De brandweer in die dam zit uh, in het gebied van het Masterplan Die Dam. Dat betekent dat op termijn, dat zit in een hoekje wat uh, niet zo omstreden is, maar dat betekent dat op termijn daar door de gemeenteraad woningbouw is voorzien. En om die reden is het belangrijk om te kijken, uh, kan de brandweer daar blijven of moet men naar een andere plek? En er is eigenlijk nog een reden. De huidige kazerne voldoet niet aan de wettelijke eisen op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Vloeren zijn te glad, ja, de ruimtes zijn eigenlijk te krap. Het sanitair is, uh, is echt niet uh, op orde. En heel belangrijk is dat de kleedruimte uh, waar de brandweer uh, nou ja, zich omkleedt... zich klaarmaakt voor de inzet en ook weer terugkomt... dat die in dezelfde ruimte is recht achter de voertuigen. En dat levert ook uh, mogelijk gevaarlijke situaties uh, op. Alle aanleiding om iets te doen. Ja, wat zijn eigenlijk de mogelijkheden voor een nieuwe locatie? Dan blijven er, uh, nadat er een aantal onderzocht zijn, twee over... Wat zou kunnen gebeuren is dat de uh, kazerne op de huidige locatie wordt gemoderniseerd. Um, een andere optie is dat gekeken wordt naar een nieuwe kazerne uh, op een andere locatie. En heeft de gemeente al uh, locaties op het oog? Er is gekeken, als het nieuwbouw zou worden, dan ligt het uh, voor de hand. Uh, kijkend naar de opkomsttijd van vrijwilligers en de mogelijkheden om snel uit te drukken voor de brandweer. Om dat te doen op, op een uh, locatie uh, langs de randweg. Dat is uh, het deel waar we naar kijken. En van daaruit kan die brandweer heel snel ter plaatse zijn. Niet alleen in de kern die dam zelf, maar ook daaromheen en ook op de A12 bij ongevallen. Wat uh, zijn de vervolgstappen? Nou, belangrijk is dat uh, de gemeenteraad geld beschikbaar stelt, een krediet beschikbaar stelt om een keuze te kunnen maken uit die uh, beide scenario's. Waarschijnlijk uh, gaat de gemeenteraad daar in het najaar een eerste besluit over nemen en er volgen er nog wel een paar.